Uiteindelijk komt er een keer een einde aan. Hè. Dat is dan deze wedstrijd. Het is wel leuk omdat dan Jan bij BWCB dus is en ik bij Neptunus Jeroen. Ja, dit jaar Jan. Voor mij persoonlijk het beste wat me kon overkomen was wennen. Alleen ik persoonlijk. Ik ben met dit soort trainers op mijn best. Hij laat me gewoon lekker gaan, laat me mijn ding doen, laat iedereen zijn ding doen. En laat eigenlijk zien dat je het met eigen initiatief moet doen. Je kan op een plek worden neergezet en je moet dat doen en moet dat doen, maar dat werkt niet. Je moet gewoon opstelling maken, jongens, geniet ervan, maak plezier. Dat heeft hij meegebracht en we staan hier. Kijk, zij moeten het in de wedstrijd doen, ik niet. Ik hoef niet mee te doen. En ik weet wel waar het fout gaat, dat geef ik dan aan. Maar ik doe niet mee, dus het is veel belangrijker dat zij aan gaan zien, hè, dat zij gaan zien waar het fout gaat en hoe je kan komen tot succes. Maar spelers, je moet spelers iets meegeven waar ze iets mee kunnen doen. Dat blijft veel langer hangen dan als je alles van bovenop. Jij moet dit doen, jij moet dit, jij moet dit. Maar dan kom je in de wedstrijd iets anders tegen en dan weten ze het niet. Nou, zo heb ik altijd gewerkt en zo heb ik met deze jongens ook gewerkt. En ze hebben het gewoon uitstekend opgepakt. Amateursprookje is uit. Op het hoogste niveau ben ik nog actief, alleen als analist. Ik ben leermeester Robbie, stage gelopen, coach betaald voetbal. En wij hadden ook iets anders gemeenschappelijk, zoals mijn allerbeste vriend John, zijn jongste broertje, veel te vroeg overleden. Ja. En daar hebben we het nog wel eens over en dan zitten we eigenlijk allebei te janken. Ja. Begrijp je? Ja, fantastische vet. Nou, ja, natuurlijk. En neem veel te vroeg afscheid, weet je wel zo. Hij is natuurlijk een hele goede trainer-coach. Die gewoon, en als je moet praten over voetbal, dan weet je dat je iemand bij je hebt die over voetbal, verstand van voetbal heeft. Er zijn er niet zoveel die verstand van voetbal hebben hoor. Dat moet je echt van mij aannemen. Maar dat heeft hij wel. Zoveel kennis mag je niet zomaar verloren laten gaan. Hij heeft anekdotes, nou dat hoeven we jou niet te zeggen. Maar over voetbal altijd, over andere dingen ook nog. Ah joh, dat is goud waard. En daarvoor, hij moet ook geen afscheid nemen. En jijzelf? Anders gaan wij net als bij de Muppet Show, had je Waldorf en Stedman in het balkon. Dan gaan we gewoon naast elkaar zitten en dan gaan we gewoon de boel een beetje afzitten zeiken. Dat is ook wel leuk, weet je wel. Ja. Zie je er zitten? Ja, dan zie ik wel zitten, ja. Kijk, ik heb geen zin meer om op het veld te staan. Weet je wel, ik ga ook steeds moeilijker lopen en dat kost een hoop energie. Ja. En ik stop altijd heel veel energie erin, weet je. En op een gegeven moment denk je, joh, Jan, het is mooi geweest. En maar als er een leuke club... Als er een leuke club met een ongelooflijk groot budget, dan leven ze gewoon Robbie en Jantje in. En dan wordt er in ieder geval gelachen, maar het voetbal wordt ook beter. Nou, ik kijk wel wat ik ga doen. Ik denk het niet meer. Er zijn andere dingen waar ik mee bezig ben en dat is eigenlijk veel belangrijker.